naar 1770, meen ik, als laagste. Ja, voor mij is dat een buy, maar dat is verder geen geen advies verder. Dat is meer hoe ik het zelf zie. Hij heeft zelfs een logo is 1500, die heb ik niet gezien. Ik dacht dat het een dip was rond tot 1770. Als het op 1500 is, is het nog meer een buy. Dat voor mij althans. Eigenlijk de laatste, wat ik aanhoud als mogelijke low point, is bijvoorbeeld de voor Ether dan, hè, is de high van 2017, dat was 1400. Rond de 1400. De tickercode voor Matic is overigens gewoon Matic. Matic is dat, hè, Jelle? Ja, Matic. Matic, ja. Matic. Ben je goed staan, hè? Goedenavond, ja, iedereen. Ja, nu kun je goed horen. Je ziet er toch zeer positief verrast. Ja, je ziet er toch nog gezond uit, trouwens. Uitgeslapen. Ik heb een beetje jetlag. Ondanks je jetlag, want je bent eerst gekomen, volgens mij, hè? Gisteren. Gisteren aangekomen en nu ben ik wel weer een klein beetje van de jetlag af, maar toch niet helemaal. Ja. We waren net een beetje aan het praten over de, ja, of het dus, of er nog een, of de Bitcoin verder naar beneden gaat, of dat dit het was. En ik gaf dus aan dat het niet ongebruikelijk is in een bullrun voor de crypto's om een daling te hebben van 40-50%. Voordat er weer herstel komt. Dus ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Dat is logisch dat het moeilijk te zeggen is. Ja, niemand heeft een glazen bol. En ik hoor jou van. Bol. Wat is jouw eigen gedachte? Denk je dat we zitten aan het einde van de bullrun? Of is het nog niet over? Nee joh, this is the beginning. We zitten halverwege. En misschien wel een beetje preek voor eigen parochie. Maar wat mij opvalt. Ik heb net ook een weekly Crypto Digest afgerond. Ik kom trouwens net terug van Texel. Ik ben in Amsterdam. En, dus ik heb geen jetlag, maar dan moest wel even doorkarren. Wie heeft ook mijn weekly digest gezien? Want ik heb ten eerste net een half uurtje geleden per mail weggestuurd. En ook naar onze elite traders natuurlijk. Mm-hmm. Daarin merk ik ook op dat er was een van de club die heet, volgens mij is dat, even kijken, De Blok. Blok Crypto heet dat volgens mij. Ja. Ja, Chain Analysis. Dat is ook een onderzoeksbureau, hè? Ja, ja, die doen on-chain analysis, doen die. Precies. Ja, en wat zij ook hebben gezegd, er was ook een spike in, ik zal even de screen toe neerzetten, misschien zie je dat ook. In de afname van, bedoel je dat? In de afname van kleine bitcoin adressen. Ja, dat is iets anders, want zien we mijn scherm ook of niet? Ja, denk je wel, hè? Ja. Zet het iets groter. Wat ik wel interessant vind, als het goed is, zie je heel, ja, die spikes, die oranje spikes, ze zijn allemaal whales die aan het verkopen zijn. Ja. Of in ieder geval grote adressen die aan het verkopen zijn. En je ziet dus ook dat het aantal adressen wat minder worden uitgekotst eigenlijk, als het ware. Die dus, die spike, de oranje spike, vorig jaar in 2020, ergens in de maart tijdens de crash. Maar heel veel beleggers die zijn uitgestapt toen. En dat waren dus, volgens mij waren dat verliezen tussen de 5 en 25%. Ja. En die gele, die zie je niet heel goed, maar dit zijn kleine spikes. En de oranje van afgelopen tijd, dat was minder hoog dan die vorige, van vorig jaar. En je ziet de gestippelde koers, dat is gewoon de Bitcoin koers hier rond de 40.000. En wat ik nog interessanter vind, je ziet dus ook dat nu heb je een Bitcoin koers vanaf 2017 tot aan nu. Waarbij de oranje koers, de gemiddelde aankoopkoers is van whales. Dus je ziet iedere keer vorig jaar, in 2020 was een beetje flatline. Maar toen eind vorig jaar werden dus heel veel bitcoins gekocht. En dan zie je dat de gemiddelde aankoopkoers is ongeveer 38.000. Ineens 37.800, als ik me niet vergis. En wat dat betreft is dat een heel goed,
ja, 37.800. Ja, ja. Dan zit je een beetje rond het break-even niveau. En heel vaak zie je dus dat het dan verder omhoog gaat. Dat is geen garantie natuurlijk. En ik denk eerlijk gezegd, de spike van afgelopen week, en misschien hebben we het vorige week ook aangeduid, was ook door het deleveragen. Heel veel partijen hebben met grote hefboom gewerkt. Ja. Met hefboomproducten, CFD's of misschien met deficit products. Meer dan 8 miljard is eruit getikt. Ja, ja. Ja, heel veel leverage money. Dat zei ik al toen je voordat je even weg was. Dat er dus nu wel uitgeschud is voor een groot gedeelte. Jean-Robert is even weg. Ben ik er nog wel? Kunnen jullie mij nog wel horen? Ben ik zelf weg? Oh nee, ik ben nog gewoon weg. Ja, hij schrok een beetje, denk ik, van de zin leverage money. Ja, ik las dus ook, eventjes voor jullie dan, dat er een van de redenen voor de crash was ook dat er heel veel Bitcoin wallets die pas hun Bitcoins hadden voor een maandje of rond een maandje of minder, dat daarvan heel veel, dat aantal is afgenomen. En wel echt niet veel, is van 600.000 van dat soort wallets zijn opgeheven. En dat duidt op dat een groot deel van de crash veroorzaakt is door zogenaamde weak hands. En dus mensen die een beetje met de halve teen erin stapten en het dan ook heel snel zijn uitgestapt op het moment dat het misging. Dat kan zo'n effect natuurlijk vergroten. Als je het mij vraagt wat gaat er gebeuren, ik vind dat eerlijk gezegd moeilijk te zeggen, maar ik kan me zeer goed voorstellen dat we gewoon ook weer verder omhoog gaan. Zeker als je ziet dat na die enorme spike naar beneden van vorige week, dat er toch zo snel weer een recovery is richting de 40.000. En je moet niet vergeten dat eind vorig jaar de 20.000 nog de te verslaan record price was. Daar zitten we dus nu nog steeds flink boven. En de afgelopen maanden ging het wel heel hard omhoog, tot zo'n mid-april. Dus, ja. Hoor je mij ook, Jelle, of niet? Ik kan je wel horen, maar kan je het zien? Nee, oké, dat heb ik bewust gedaan. Is mijn scherm ook nog steeds zichtbaar? Nee, it's loading. It says, please wait while the presenter loads. Oké, ja, precies, want hij zit vast naam. Nee, Mark, dan moet je even vergeten, CFD. Het gaat om leverage products van Binance bijvoorbeeld en andere future exchanges. Ja. Alleen die icoontjes te zien. CFD, eventjes voor als uitleg, is eigenlijk alleen maar een, het zit ook al in de naam, is een contract for difference. Dus je spreekt met de broker af dat je het verschil in prijs gaat verrekenen bij de opening van de positie en de sluiting van de positie. Er wordt dus geen echte asset gekocht, of het nou Bitcoin is of aandelen of wat dan ook. Je gaat je hand voor het verschil. Dus dat is prima als je wil speculeren. Je kan, laten we eerlijk wezen, makkelijker shorten in CFD's dan als je er wel een onderliggende waarde aan verbonden wil hebben. Dat kan wel natuurlijk met opties, maar dat is toch vaak wat ingewikkelder. Ja, en futures, hè? Met meer heel veel risico. Futures, ja, dat is, ook. Dat is meer risico. Maar als je wil hoddelen, dus je zegt van ik wil crypto moeten kopen en vasthouden, of in ieder geval deel daarvan ook voor langer tijd vast, dat kan dan weer niet met CFD's, want je koopt daar dus niet echt de onderliggende asset. Dat even als uitleg. Ja, even kijken, is mijn grafiek, was je net ook zichtbaar, die gemiddelde aankoop? Ja, nee, nu is het weer wel zichtbaar, maar net was je gewoon even helemaal verdwenen, maar nu is het. Ja, klopt. Nou, dit is dus de grafiek, die oranje lijn, dat is meer de gemiddelde aankoopkoers van de whales, hè? Dus dat is wel positief. Mm-hmm. Dus on-chain analysis is dat je dus grote partijen ziet dus steeds hoger niveau kopen. En dat zal ook niet meer verdwijnen. Dus ik denk inderdaad ook, Jelle, ik denk dat je dit wel heeft gehad. Ik werd weer ondertussen gebeld door Theo Besteman van de Telegraaf. Die moest een quote halen. Hij moest fact-checken, maar die had ik dus ondertussen, tijdens het rijden of na het rijden, heb ik hem toen beantwoord. Maar toen heeft hij dus ook allemaal dingen nog gevraagd. Maar wat misschien wel interessant is, jullie kennen misschien wel ICON, die ken je misschien wel, hè? Mm-hmm. Dat is een groot hedge fund manager, die is goed voor een slorte van 17 miljard. Carl ICON. Carl ICON. En ik respecteer hem zeer, maar hij heeft wel 3 jaar geleden de plank volledig misgeslagen, naar mijn idee.
Want wat hij heeft gezegd, hij zei toen, ja, de crypto's is helemaal niks. Maar nu is hij 180 graden gedraaid. Dus dat moet ik hem wel nageven. En hij is dus voornemens om voor 1,5 miljard toch in crypto's te investeren. Dat is mooi. En dan moet ik toch beter zeggen, dus ik zou zeggen, ga het artikel maar even lezen voor iedereen. En moet ik toch wel zeggen dat ik hem veel flexibeler vind dan die Warren Buffett. Want Buffett en die andere dodo's, die zegt, ja, crypto's is niks en die is Bitcoin allemaal aan het besje. Ja, en als je nou gaat, omdat hij niet snapt. Nee, maar dan moet hij zijn mond houden en niet besje. Nee, ik ben het met je eens, uiteindelijk van. Maar kijk, een van de dingen die ik ook de afgelopen weken veel heb gezien, zeg maar, is dat je hebt, wat is op zich wel interessant natuurlijk, je hebt dus in de financiële wereld heb je zo langzamerhand eigenlijk twee kampen. Hè? Je hebt, want voorheen was het toch zo dat in de traditionele financiële wereld heel veel partijen zeiden van Bitcoin, dat is een voorbijgaand iets, dat is onzin, et cetera, et cetera. Ja. Inmiddels wel zijn er veel partijen, je noemt net Carl Icahn, maar denk ook aan Mark Cuban, denk aan MicroStrategy, de CEO daarvan. Precies, grote partijen. Omgegaan, ja. JP Morgan analisten zijn omgegaan, die dus wel serieus realiseren wat er aan de hand is. En dan heb je mensen als Janet Yellen en Carney van de Bank of England en Christine Lagarde van het IMF, die voor zover ik kan zien in ieder geval, als ik luister naar hun argumenten, die hebben het vooral echt over de Bitcoin. En dan blijven ze maar zeggen dat nergens op gebaseerd is. Maar ze hebben volgens mij totaal geen benul nog. Niet omdat ze stom zijn, maar gewoon dat ze er niet ingedoken zijn. Wat de DeFi Revolution eigenlijk inhoudt. Dus wat voor effect dat gaat hebben of kan hebben op de financiële wereld. En, daar zijn ze juist bang voor. Ik denk dat ze gewoon helemaal in de kramp schieten en dat ze gewoon vol in de aanval gaan, denk ik. Ja, maar daarvoor vind ik de opmerkingen die ik dan lees van Carney en Yellen met name, eerlijk gezegd. En Yellen is de voormalige Fed chair en nu is dat Powell, dat was Yellen. Als ik de opmerking van die mensen lees, dan denk ik, nou, volgens mij weet je nog helemaal niet zo goed wat cryptocurrencies zijn voorbij Bitcoin. Dus ze weten wel wat Bitcoin is. En dat weten ze van, nou, dat is een pure cryptocurrency en daar zien ze het nut niet van in. Maar als je die zou zeggen van, nou, je hebt ook een heel blockchain platform als Ether en allerlei andere blockchain platforms, daar kun je decentrale apps op draaien en die kunnen allerlei functies overnemen uit de financiële wereld, dan denk ik dat iemand als Jelle zou zeggen, really? Dat ze daar helemaal niet van gehoord heeft. Want nee. Je kunt toch moeilijk vol blijven houden dan dat er helemaal geen nut is aan crypto's als in het algemeen. Ik vind dat vind ik echt wel een blanket statement. Ik heb ondertussen ben ik vrij geweest om even wat grafieken tevoorschijn te over. Maar even terug te gaan naar die Warren Buffett. Hè? Ja. Hij zegt, ja, ik snap er niks van en hij best alleen maar. En het punt is, hij zei ook 20, 30 jaar geleden volgens mij, ik snap technologie niet. Dus hij stapt maar niet in. Dus heeft hij heel veel dingen gemist. Dus alles wat Warren Buffett zegt en Kung Sui, daar hoef je dus ook, moet je ook niet blind voor waar aannemen. Nee, dat ben maar, wat ik wel even een belangrijk dingetje vind, trouwens, hè, Jelle, dat is namelijk de total market cap. Hè, die is behoorlijk erased van 2.6 to 1.3 trillion. Ja. Dus voor mensen 1300 miljard, van 1600 miljard naar 1300 miljard, dus een halvering. Ja. Meestal is zo, ook in het gezien, kijk maar op de grafieken naar, dat na 50% correctie heel vaak een behoorlijke rebound komt, ook in de cryptomarkt. Mm-hmm. Maar wat ik wel belangrijk vind, denk ik, dat is een hele belangrijke voor de komende tijd, als we hier bijvoorbeeld een Fibonacci retracement level op loslaten, van de high tot aan de low, van een recente dip, dan denk ik eerlijk gezegd dat wij van hier naar daar ongeveer, ik weet niet of dat goed zichtbaar is, dan zie je dus dat je nu de eerste 38,2% retracement hebben gehad, zit hier tegenaan te hikken. Ja. 50% van die correctie, dat is 1,9 trillion. Ja. Dat is de helft. En ik wil eigenlijk wel zien dat die markt deze highs weten uit te nemen. Dat vind ik wel heel prettig. Voor het bullish sentiment.
En ik denk dat ik wil jullie een paar, met jullie permissie, een paar grafieken nog bij langs willen lopen. Dat is dus, dit is de total market cap including BTC. Ja. De total market cap excluding BTC, dat is de total to deze. Laat ook eenzelfde beeld zien. En ik moet deze wegslepen. Dan zie je dus ook een behoorlijke correctie. Dus meer dan halvering. En dan als je deze ook weer op loslaat, de FIB levels van de high naar de low, dan betekent dus ook dat je, kijk of dat lukt. Ja, ik denk het wel. Dat je dus ook ziet inderdaad dat die total market X, excluding BTC, dat hij wel die eerste FIB level heeft uitgenomen, is richting die 50% gegaan. Dus voor de kracht van de markt moet hij wel behoorlijk door die highs heen gaan de komende tijd. Ja, en ja. Moet wel zeggen dat de dip, er was wel een saldo dipje, ook in mijn rendement trouwens, mijn portefeuille. Goed, dat hoort erbij. Ik heb wel vaker meegemaakt dit soort dingen. Ja, en ik bedoel, kun je deze ook eventjes laten zien, deze grafiek, met een wat lange tijdspanne? Dus bijvoorbeeld een jaar, want hier begint dus bij februari. Ja. Als je nou eens op jaarbasis kijkt, zeg maar. Ja, en dan, oh ja, precies. Dat zeg ik even op weekbasis, dan zien we dat een beetje in perspectief nou, ook. Wat ik namelijk veel hoor, afgelopen week vooral, is nou, dat mensen zeggen van, nou, het gaat zo hard op en neer, ik heb de markt, en is het dan wel een goede investering? En dan zeg ik van, ja, iedereen moet dit voor zichzelf weten. Maar ik bekijk de cryptomarkt niet op basis van een week of op basis van een maand of zelfs 3 maanden. Ik zit hier niet, bedoel, het is prima als jij dat wel doet, niet jij en Robert, maar andere mensen. Ik zit niet om in 3 maanden even snel geld te maken. Dat kan, bedoel, je kunt mazzel hebben, dat je inkoopt op een munt en die knalt omhoog en nou, hartstikke mooi. Maar ik zit er voor de lange termijn. En als je gaat kijken op een periode van, neem bijvoorbeeld, als je naar kijkt op een periode van 5 jaar, hè. Wat in investeringsland, als het gaat over beleggen, is helemaal niet zo lang. 5 jaar geleden stond de Bitcoin op wat? $700 of zo. Stel dat je dan inkoopt, hè, moet je even als referentiekader. Stel je koopt in een jij koopt voor $5000, koop jij 7 Bitcoins in 2016. Ja? Maar volgens 2017 gaat de markt kaart omhoog en jij bent de koning natuurlijk, hè. En dan gaat het bij 20.000 en dan heb je met jouw 7 bitcoins heb je 180.000 euro, of zeg ik 140.000 euro heb je dan. Vervolgens stort het in elkaar, keihard stort het in elkaar, en heb je in november 2018 is de bitcoin bottomt die op $3000. Heb je nog altijd wel 20.000 euro, ja? Of $20.000, waar je begon met 5.000. Dus je hebt nog steeds in 4 keer zoveel. Nu, 5 jaar later, hebben we dus na deze enorme dip, want het is best wel een flinke dip, is de bitcoin nu, was die dan op enig moment korte tijd $30.000 waard, hè, dus nu nog meer. Had jij met jouw 7 bitcoins, had je nog steeds meer dan 2 ton gehad. Terwijl je met $5000 was begonnen. Dus al die mensen die dan zo hard lachen en die zeggen, oh, en het is zo flexibel, het is een tulpenbolle manie en het gaat nu zo hard omhoog en nu weer zo hard naar beneden. Zo moet je niet kijken. Je moet zeggen van, nou, ik stap erin. En waar staat het over 5 jaar? Niet waar staat het over 5 maanden? Want dan maak je jezelf helemaal gek. En nobody knows. Nobody knows. I don't care who you are. Nobody knows. En precies, Jelle. En wat een ander ding is. Had ik ook met Theo Bestman van de Telegraaf over. En hij zei van, ja, ik heb het te doen met de mensen die net zijn ingestapt. Zo, ik zei, ja, ik roep er al 2-3 jaar dat je met de crypto bezig moet zijn. Precies. En dat moet je wel voor lange termijn ook zien. Maar wat ook belangrijk is, ik zei tegen Theo, voor mij moet je ook met investeringen, pak gewoon een aantal coins ook. Als je daar gewoon fiducie in hebt, ga niet, wat de meesten doen, die gaan voor 10.000 in 1 of 2 coins en daar alles op inzetten. Dan zou ik zeggen, ga dat in een bepaald tijdspanne onderverdelen. Ik heb ook afgelopen jaren elke maand bijvoorbeeld €500.000 elke keer gewoon coins bijgekocht. Dat je gewoon ook zo'n aankoopperiode spreidt. Ja. Met andere woorden, dan koop je dus op een hoog niveau wat minder coins. Maar ook bij die dips zoals nu, dan koop je dus veel meer coins. Dus ook voor degene die nu aan het kijken is, ga ook rustig kijken inderdaad van, heb je een aantal coins op het oog? Vind je sommige interessant? Nou, we hebben dus Matic gezien, Cardano.
Nou, we hebben heel veel coins ook opgepikt. Ja. En die zullen dan ook gewoon gedurende, ja, during the course zou het er gewoon uitrollen en uitmiddelen. En zeker Bitcoin, Ethereum, Binance Coin is ook wel een mooie, ook voor de toekomst. Ja. Ja. Dus, maar er zijn heel veel coins. Er zijn meer dan 9000, nou, meer dan 10.000 coins inmiddels. Ja. En ja. Even kijken hoor, zie jij je grafiek trouwens of niet? Nee, niet meer. Net wel, maar ik dus inderdaad nu niet meer. Nu zie ik inderdaad ook weer de wait while the presenter loads their screen. Ja, ja, dat ding langzaam. Dat... even kijken, screen area. Voor mij moet ik dat even aanzetten. Op die manier. Ik ga het even zo doen. Screen area, want ik ben hem... Ja, het was gewoon een vraag van mijn kant gewoon te laten zien... Van, als je op een jaar kijkt, dan zie je dat de dingen enorm omhoog gegaan. Dit is de market, de BTC dominance. Ja. Maar als je gewoon kijkt naar de totale market cap dus de totale crypto market cap. Ik weet niet of je dat, ja, daar had je straks liet je dat zien. Ja, er net over. Maar als je dus even gaat kijken naar die, naar die dips van de USD, hè, dat de BTC. Dit laten ze al iets zien natuurlijk. Dat je dus, ja, ja, in een periode van, als je dus wat over een langere periode gaat kijken, hè, dit is nogmaals een investeringsland voor institutionele beleggers, is 3, 4, 5 jaar, dat is niks. Dus... Ja, en ze zijn nog steeds bang. Ik heb ook onlangs met een gast die voor institutionele beleggers gesproken. En hij zei, ja, Robert, voordat zij gaan bewegen, zijn we 5 jaar verder. Ze zijn echt als de dood voor... Zij kopen liever obligaties op een heel hoog niveau. Mm-hmm. En wat eigenlijk zero interest is, eigenlijk dat ze geld moeten toeleggen. Ja. Maar dat doen ze nog steeds. Ja, heel apart. Ja. Anjo zegt toch graag correctie. Zelfde verhaal als voorheen, wanneer de markt lastig deed. Investeer in Unilever, ING Shell, ABN AMRO. Kijk nu eens over de laatste 5 jaar. Graag reactie op de grootste aspect van de huidige situatie. Niet door toppers herhalen die de markt niet kennen. Niemand kent de huidige markt, want die bestaat tekort. Klopt. Dus graag meer neutrale feedback en theoretische kansen. Mm-hmm. Ik heb 2 keer gevraagd naar jullie mening over Wyckoff en theorieën. En de huidige markt en anders een andere keer. Ja. Ik ken die beste Wyckoff niet trouwens. Hoe de fuck is Wyckoff? Maar dat kan best wel een technisch analist zijn of zo. Maar ja, dus wat Jelle zei, niemand die het weet. Dat is zeker zo. Maar wat heeft die Wyckoff gezegd of zo? Want ik weet niet wat je daarmee wilt zeggen aan jou. Wat die man zegt of doet. En ik ken zijn theorie namelijk niet. Ik kan wel mijn eigen mening geven over, hè, dus om het wat neutraler dus in te schieten. Dit nogmaals, dat is geen advies. Dit is gewoon mijn eigen kijk op de markt. Ik laat Bitcoin zelf voor wat het is. Ik ben daar niet mee bezig. Ik denk dat de revolutie de blockchain revolutie die nu zich uitspeelt. Op steeds meer verschillende facetten. Met name dan vooral DeFi is denk ik erg interessant. Die wordt voor een groot gedeelte gaat die gedragen worden door blockchain platforms. Zoals Ether, Polkadot, Cardano binnenkort ook. En EOS, om maar eens een paar te noemen. Daar kunnen allerlei dApps op draaien. Vervolgens heb je een aantal dApps die... dat dan weer makkelijker maken. Dus die makkelijker maken om bijvoorbeeld te communiceren met de blockchain. Daar is Matic een erg goed voorbeeld van, denk ik. Dat zijn zogenaamde layer 2 crypto's. Ik denk dat op de lange termijn daar veel potentie in zit. Dus daar zou ik meer naar kijken. Ik ben zelf minder... nogmaals, dit is persoonlijk. Dat kan je voor Jan Hobbit heel anders zijn. Maar ik ben zelf minder... gefascineerd door pure crypto's. Dus bijvoorbeeld Dogecoin of Shiba of Litecoin of Bitcoin. Dat zijn zeg maar allemaal crypto's die doen eigenlijk maar één ding. En dat is, they want to be a currency. Ik ben meer voor de crypto's die eigenlijk een soort aandeeltjes zijn. Mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dat is toch een beetje wat het is. In grotere projecten, dus Compound Maker... de sushi, de uni van Uniswap,
Dat soort projecten, die dus eigenlijk heel goed draaien, die veel potentie hebben. Als je mij nu vraagt, waar staat dat over 5 jaar, heb ik daar veel vertrouwen in. Maar again, not advice, just my opinion. Wat denk jij over? Ja, nou, eens. En ik heb even snel gekeken, inderdaad, Anjo, met jouw goedkeuring. Dat is namelijk, die Wyckoff was inderdaad een gast uit de klassieke aandelenmarkten. Mm-hmm. En die had ook aangegeven dat, als ik even naar de theorie ga kijken, die Wyckoff developed the price action market theory. Als ik een theorie hoor, dan gaan we haar al recht overeind staan. Want de markt is de markt. Maar die Wyckoff die had, zeg maar, stadia-methode ontwikkeld. The price cycle of traded instrument consists of 4 stages. Accumulation, oftewel accumulatie. Markup, prijs omhoog drijven. Distribution, dus dumpen. En markdown, om de markt naar beneden, verder naar beneden te brengen. Zou kunnen dat er ook een cycle is in de Bitcoin of crypto. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je voornamelijk naar de onderliggende kracht van de cryptomarkt. Je moet je zeker niet onderschatten, wat Jan ook heeft aangereikt van de DeFi, de Decentralized Finance Applications. Omdat heel veel partijen nog niet onboarded zijn, denk ik dat het nog steeds nog lang niet naar beneden gaat. Natuurlijk kan je wel een correctie hebben, maar niet structureel. Nou, niet structureel. Ja, en ik denk dat zolang ik dus geluiden hoor dat de institutionals ook argwanend zijn en dan heel veel er niet mee doen. Maar vroeg of laat worden zij gewoon ermee ingetrokken. Want dan kunnen zij niet anders. Anders gaan hun eigen business models om zeef geholpen. Dus zij moeten gewoon mee. Dus, maar goed. Dus, kleine aanvulling. Heel even als kleine aanvulling op het verhaal van ook van Anjo, de tekst van Anjo. Hij zegt van ja, niet door de toppers te halen die de markt niet kennen. Ik denk juist dat je in een onzekere markt, in een markt die aan het corrigeren is, moet je juist wel naar de toppers kijken. You should look at the ones that still do well. Daarom noem ik Matic, heb ik die al een paar keer genoemd, omdat dat natuurlijk best wel bijzonder is. Dus Matic is, zeg maar, als je kijkt naar grafiek, ik pak hem er zelf eventjes bij ook, dat ik eventjes zelf kan reageren. Welke grafiek? Die Matic of zo? Van Matic. Die is dus, zeg maar. Dan moet ik even kijken, Matic. Die is dus sinds eind april, dus zeg maar gewoon een maand geleden, is die kaart omhoog geschoten, ja. Nou, is natuurlijk ook geraakt door de dip, zoals de hele altcoin-markt, maar is vervolgens ook razendsnel hersteld en veel meer hersteld, procentueel gezien, als veel andere altcoins. Ja. Dat zie ik graag. Nou, sterker nog, je ziet dat de matrix heel goed blijft liggen boven de 1, heb je ronde getallen weer en is zelfs even verdubbeld. Dus dat is echt een heel goed teken van kracht. En ik denk dat je ook juist moet kijken. Zeker in een zwakke markt is dat een belangrijk teken. Tenminste, ja, dat is een zeer positief teken inderdaad. Ja, ja de opmerking van ja, je moet niet de toppers halen, zou ik juist zeggen. Als je nu zou spreken met andere crypto-experts, die zeggen nou, ik heb nog een mooie coin voor jou, heb je er nooit van gehoord, en die moet je nu gaan kopen, dan zou ik argwanend zijn. Want ik zou nu wil ik juist, kijk ik in ieder geval, naar hoe doen degenen die dus voor deze dip, waarvan we het gezegd, nou, die hebben veel potentie, die deed het ook solide. Ik wil graag zien hoe die het nu doen, want ik wil graag coins kopen die ik 5 jaar kan vasthouden. En waar ik dan straks op kan incashen. Dus vandaar, Buffett en, die noemen wij inderdaad, Buffett en Munger. Dat zijn, met alle respect, dat zijn oude rotten. Die komen ook niet vanuit de crypto-wereld. En wat die daarover denken, daar interesseert me eigenlijk niet zo. Heel eerlijk. Nee, precies. Die kunnen beter hun mond houden trouwens, in plaats van te bestje. Maar goed. Ook met de aandelenmarkt. Heel vaak zie je, dat als de markt zwak ligt. Als dus ook, daar zijn we toch mee over eens, Anjo. En wat het mooiste is, ook met of het aandelen zijn, wat dan ook, als een markt goed blijft liggen, althans marktzwak, maar een coin of een aandeel goed blijft liggen, dat is een heel goed sterk teken.
Dus nu is het ook goed om te kijken welke coins zijn goed blijven liggen. Dat betekent ook dat die dan ook wel weer meer potentie hebben als de markt weer aantrekt of de markt aantrekt, dat die ook hard omhoog gaan. Dus ja. Ja. Oké, Jelle. Ja. Ik vond het grappig. In plaats van dat iemand zei goedenavond iedereen, slingerden ze gelijk ook coins erin. Hè? Zag oh ik ja, waar de coins. Klopt, hè? Ja, dat, die zijn ook weer naar binnen geslingerd inderdaad. Ja, klopt. Want ja, we hebben nog één bokaal te gaan voor vanavond. Ik zie overigens dat er wel minder coins dan normaal zijn zijn genoemd. Want ja, ja mensen, de weekends zijn uit de markt gestapt, denk ik. Die durven ja, niet meer. De winnaar is natuurlijk toch, we hebben hem nog niet genoemd, maar de winnaar is wel bekend. Ik zal even snel kijken. Nee, nog niet. Hè. We moeten aan het eind van de dag straks. We moeten even weten of hij in de house is. Even kijken. Ja. Maar we moeten straks even kijken op het einde, Jelle. Anders ja, okay. Loopt iedereen weg. Ja, dat is, ja nee, ik zeg nog niks. Een cliffhanger. Hiervoor gaan we nu... dan wel nu crypto's kiezen voor de bokaal? Er komen nog twee crypto's, gaan we toch nog kiezen? Ja, dit vind ik wel. Want dan hebben we 2000 ongeveer geïnvesteerd. Ja. Dus dan twee ruggen, dan is het wel goed natuurlijk om dat te doen. Dus ik zou zeggen, go for it. Oké, nou... Maar dan moet ik natuurlijk zelf even een ding aanzetten. Dus die poll weer. Ja. Ja, moet je even poll aanzetten? Call to action, dat is... nee, een poll heet dat. Survey. Create survey. Dan gaan we de coin of the week. Dat is 27 mei. Ja. Dan gaan we... Nu, wacht even, coin, pick your... Ja, we moeten ook nog even kijken waar we op staan met de portfolio. Want, ja, rond nul. We hebben ook flinke tikken gehad, inderdaad, toch wel. Ja, dat is een long only, hè, dus en buy and hold. Ja. Het is geen buy and sold portefeuille. Oké, okay, dus eerste coin, graag. Oké, okay, ja, ik zag de BTC werd genoemd. Nee, helemaal van boven naar beneden, want ik zag Karen volgens mij was de eerste. Link, klopt, ja. K.O. was de allereerste met Link. Ja, dat is Link, hè? Ja, dat is altijd Link. Maar die was dus Link is genoemd. Vervolgens Hot. Hot, die is Holo, is dat hè? Hot, die is Hot, ja. Dan Jarno met de Bitcoin, met de BTC. BTC, ja. Moet ik even kijken, want dan is het dus een tijdje echt stil. Want dan denken mensen, ja, wat gaat er niks voor. even kijken, dan komt er Seller van Ruud. Ja, Seller, heel mooi. Een top Ruud. Dan komt de Wick of Theory. Oh nee, dat is geen coin. Anjo. Dat is de Wick of the Wick coin. Nee, dat is... flauw. Nee, ik vond het wel interessant overigens om daar eens naar te kijken. Dan hebben we de Engine coin. E-N-J? Ja, I-N, ja. Wat is het? Engine of zo? Ja, E-N-J-I-N. Oh ja, Engine. Tik similar A&J. Oké, goed. Dan Engine, ja. Cardano. De Cardano, ja, precies. Zen. Of misschien was dat van Mo, maar misschien was dat ook wel dat hij een beetje gefrustreerd werd van onze gebabbel. Dat hij zei, ja. Zen. Nee, Zen, dat is een coin. Dat klopt. Daarna komt Deborah en die heeft de GRT, heeft die als coin. De GRT. Dat klinkt eigenlijk ook best een beetje gefrustreerd. Ja, oké. Okay. Misschien hebben we iets te veel te dingen gezegd die ze niet wilden horen. En acht coins? Ja, we hebben Wim Kaspers met de SNX. Synthetics, mooi. Ja, SNX, ja. De Ether van Richard Corving. Ja. Robert Jan Buijs komt met de REEF. De REEF. Die had jij ook genoemd als coin van de week, volgens mij. Klopt. Die hebben we vorige week ook opgepakt, volgens mij, of niet? Onlangs. Dan hebben we XRP van Maarten. We zijn er bijna doorheen nu. Ja, en XRP. De Graph. Oh nee, dat kan niet, want K.O. had al de Link genoemd. Oh, dat is... Nee, dat is cheating, dat hè, is... Karin? Wel eerlijk blijven, hè? Ja, dat is sneaky. Die dacht, ik ga gewoon twee keer 10 punten. Ja, dat trappen we niet in. Oké, okay, doe even de poll, maak hem even, en dan... Dus klopt dat, hè? Dat we dan 13 hebben. Dat is Link, Hot, BTC, Sealer, Engine, ADA, Zen, GRT, Synthetics, Ether, Reef en XRP.
Oh ja, ik zei dat de graph van KO, dat was meer, ze bedoelde dat te zeggen dat het de vertaling was van de GRT. Oh, oké, okay, ja, het klopt. Maar het is dus, 12. Dan moet het dat zijn de coins, hè? Dat zijn de coins. Ik ga er vanavond diep induiken wat de GRT, wat de graph is. Het klinkt wel stoer namelijk. Ja, maar ja, mooi. Nee, de internetcomputer, dat klinkt ook heel stoer. En daar was ook niet heel erg zo'n succes, so far. In ieder geval. Finish and save, ja. Dan gaan we deze inzetten. Volgens mij komt er nu een voting possibility. Ja. Ik kan stemmen. En het stemmen is begonnen. Moet ik daarvoor dan even het muziekje inzetten? Is dat, of ben jij zo ziek van het muziekje? Nee, doe maar. Jij bent net gearriveerd, is goed. Ja, Karin zegt, doe maar. Ja, ik vind het ook. Oké, jongens. Gaat ie. Oh jee. Het is de tijd voor de collecte. Collecte. Jeetje. Goeie schul. Ja. Ah, daar gaan we. Ik ga zeker een Efteling deze zomer. Nee, het is... Vind je niet? Ik wil even wel zin in. Een beetje... Boefcoin. Nee, die heb ik niet bekeken. Maar ik vind het marketing technisch iets van een hele slimme naam. Durf ik dat te zeggen. Want ja, het is een beetje de Willemcoin. En wat is het nieuws deze week? Wie was in het nieuws? De Boefcoin. Wat is de maker ervan opgepakt? Of, Ja, weet ik niet. Maar Mark Overmars was ook aan het bezig. Kijken. Ja, Mark Overmars zit er, is ook aan gelieerd volgens mij, hè? Aan de Boefcoin? Dat ja, blijkbaar. Willen zijn. En wat boefjes zijn dat? Ja, een beetje... dat heet exposé. Het smells fishy. Exposé. Ja. Ook dat vind ik niet echt een allerbeste naam voor een coin. Expose. dat denk ik toch een vrij snel aan criminele activiteiten. Of aan fraudeleuze activiteiten. Toch? Ik heb dan liever de Amazing Super Get Rich Quick coin. Nee, trouwens, daar zou ik ook niet snel instappen, denk ik. Ik heb liefst een neutrale naam. TVK. De coin. TVK. TVK. Ja. I'd buy that. Oh. Solana, goede coin. Ja. Nou, nog één slokje bij en dan gaan we de results bekijken. Oeh, lekker. Nou, even kijken, Johan, is het... Ja, even kijken hoor, bijna. 5, 4, 3... En go. 60%. Ja, we hebben nu 66%. Dat is mooi. En dan gaan we nu even kijken hoor, wat handig is om te doen. Oh, het is een duidelijk... We geven een klap op. Ik denk dat Cardano weer stip nummer 1 staat. Stip op nummer 1. En die is gekozen door, moet ik even kijken. En voting, dan gaan we share results doen. Dat de eerste die dat noemde was verder terug volgens mij. Ik ben even aan het kijken, seller. Ja, sharing results. Ja, ik zie Cardano inderdaad. Maar wie was nou de eerste die dat noemde? Even kijken, ik moet even terug. BTC. Nee. Want ik heb hem wel gezien later nog, maar... Even, jongens. Stukje ADA, is dat Deborah of niet? Of ze die coins hadden gekocht of niet? Omdat was jij even weg, toen zei ik van ja, hebben jullie ook nog ingestapt op Cardano en Matic? Ik zie Deborah stukje ADA en Hans Speker en Brink heeft ADA gedaan. John Smith is volgens mij de eerste. John, ja? John Smith die zegt ADA op 8:36. Nee, maar dat is niet eerlijk, want de Hans Spekenbrink, die was veel eerder. Waar zat die dan? Hoe laat? 20:03. Ja, 20:03, zie ik Hans Spekenbrink. Even kijken. Ja.
Moet wel eerlijk zijn, hè? Oh, jij hebt gelijk. Ja, alhoewel ik dus niet... Nou goed, we rekenen het goed. Maar het ging daar ook over. Dus, maar oké, want ik vroeg dus... Ik stel een vraag. Maar we rekenen het goed. Je hebt gelijk. Hans Sprekelink wint de competitie. Is de boef van de week. Precies. En daarmee hebben we dus een resultaat. Ik pak hem even erbij, jongens. De bokaal. Even kijken. De groepsbokaal. Ga ik dan nu de uitslag weergeven? 13-5. Dat kan op zich... Ik moet even op een ander scherm kijken. 13e. Ja, want dit was niet 13. Voldoende om Hans naar de top te brengen. Nee. Dan laat me verrassen. Wie is dan de winnaar? Weet iemand van jullie al wie de winnaar is? Denkt wie de winnaar is? Wie denken jullie dat de winnaar is? We hebben dus een tweede en derde coin. Die kunnen we ook nog wel kiezen. Ik denk... dat klopt. Dat doen we inderdaad meestal wel. Maar we doen... dat komt omdat we volgens mij heel vaak zijn gekomen op dat verschillende coins... winnaars waren. Nee, dacht ik het verkeerd. Inderdaad, klopt inderdaad. We doen één coin, de winnaar een coin, die wordt geïnvesteerd, maar dat nummers 2 en 3 krijgen ook wel die krijgen wel punten. En dus dat klopt. Dus als ik het volledig wil doen, moet ik zeggen dat de seller heeft ook punt gewonnen. En dat was dingetje. Ben ik hem even kwijt. Ja. Moet ik even zoeken. Maar ik kan nu alvast zeggen, jongens, om eerlijkheid te zeggen, dat maakt niet meer uit. Want de winnaar is echt met kop en schouders, staat hij bovenaan. En wie is dat? Willen jullie nog een gokje wagen wie dat is? Weet niemand wie dat is? Zal ik het zeggen? Ja, doe maar. Wie is de gelukkige? Wordt getypt nog. Ja, het is inderdaad Jarno. Jarno. Gefeliciteerd. Heeft gewonnen met 35 punten. In totaal. KO is nummer 2. Oké, netjes. Hoeveel punten? En Richard Corving is nummer 3. Samen met Peter De Voet en Guido Hiertsman met 15 punten. Mm. Dus Jarno is echt met kop en schouders boven hieraan. Nou, hopen we natuurlijk, want op dit moment staat de pot dus rond 0. Maar je weet het niet. Van alles kan gebeuren. 4 weken is dat. 4 weken is nog best een tijd. Laten we wel wezen, 4 weken geleden stond de Bitcoin ook nog een stuk hoger. Als er dus inderdaad een V-shaped recovery zou komen, dan hebben wij nu ook een aantal coins gekocht, best wel laag. Dus het zou nog best heel goed af kunnen lopen, maar we moeten het even afwachten. Wij kopen dus in ieder geval ADA. En wat wil jij kopen, Jan-Robert? Wat denk jij dat een goede coin is om op dit moment in te stappen? Gegeven de flinke dip. Waar ga jij... Ik ga toch voor Reef. Ik vind Reef wel een interessante. Ja, oké. Okay. Waarom niet? Je hebt hem ook niet voor niets gekozen als coin fake. Dus als je ook mee eens bent, dan ga ik die inslingeren. Dus moeten we dus nog Reef inslingeren. Even kijken, Reef. Reef. En die andere was Cardano, was weer nummer 1, hè? Of niet? Cardano was nummer 1, dus daar gaan we onze positie eigenlijk in vergroten dan, want we hadden natuurlijk alles Cardano. Ja, we hebben het tot 3 keer aan toe. Ja, maar ik vind dat een solide coin, dus ik denk dat dat helemaal niet zo slecht is dat we daar. Nee, ik vind het ook prima, joh, klopt. Daar wat dieper in zitten. En Reef heeft zeker potentie om verder te stijgen. Zou ik zeggen. Ja, absoluut. 0,02. Dus die gooien we er ook in. Precies. Even kijken. Ja, het is allemaal een administratief gedoe, hè? Is dat maar goed? Ja, dat klopt. Daar heeft Hans werking. Maar ja, we mogen ook wel een klein beetje met de groepslokaal mogen we wel een klein beetje gokje waken ook, vind ik. Want... we gaan natuurlijk proberen toch om daar om voor Jarno nog even een leuke... Het is wel ons eigen geld, hè, wat erin zit. Maar we moeten ook 20% gaat naar Jarno. En toch ja, precies.
Dat zou ik ook wel leuk vinden als dat een beetje goed afloopt. Ik hoop het ook, ja. Jarno, wees niet bang, je hoeft niet bij te lappen, hoor. Dus, Nee, je hoeft niet bij te lappen. Ik vind Reef alleen al op gebied van, als ik kijk naar, als ik gewoon puur technisch kijk, vind ik dat een goede keus. En ik heb een vraagje. Jarno, in welke contrij woon je eigenlijk? Over de lange termijn, ja, ik zal even kijken. Dus de vraag is in welke contrij, waar kom je vandaan? Maar is het richting Eindhoven, zegt hij. Eindhoven, kijk. Want ik stel voor, misschien als ze de coronarace toelaten... Zou ik wel leuk vinden om dan de prijsuitreiking gewoon ergens in de zomer te doen. Ik weet niet of jij nog in Nederland bent dan. Maar... Ja, ik ben nog in Nederland. Ja, maar zou ik voorstellen, ik weet niet wie het ervoor is. We hebben in Amstelveen, bij Uilensteden, bij Kronenburg, Rietjes Kronenburg, hebben een soort Uilenstedencafé. Je hebt een heel mooi terras buiten. Ja. Kun je goed je auto parkeren. Ja. Dus ik stel voor, als wij dan na een maand dus de knip leggen en dan kijken wat er gebeurt. Dat iedereen dan kan komen natuurlijk op eigen gelegenheid en drankjes ook eigen rekening en risico. Maar dat we dan Jarno in het zonnetje gaan zetten die avond. Hoeft hij niks te betalen. Nou, dat vind ik wel een heel leuk idee eigenlijk. Dus ik kan die stukken in zijn kraag zuipen. Breng ik ook nog wel naar het station als hij dat leuk vindt. Dus, ik denk dat Jarno dit wel een goed idee vindt. Ja? Maarten, goed idee. Ja, heel mooi. Vind ik leuk. En dan is COVID ook al over. Dan moeten we denk ik wel een beetje dan... over is wat... Nee, dat is wat al te optimistisch gezegd. Ik hoop dat dan wel wat meer mensen nog weer gevaccineerd zijn. We kunnen het zeker buiten doen, denk ik. Let's go for it. Nou, laat ik zo zeggen, Jelle, dan de nummer 1, 2 en 3. De nummer 1, dus Jarno, die krijgt de pot. Ja? Ja. Jarno, die kan ook drinken en... de nummer 2 mag ook drinken dan. En 3, ja. Ik weet niet wie nummer 3 is. Richard Corving. Ja, nee, Richard. Dat is niet alleen Richard. Dat zijn met z'n drieën, zijn die. Die hebben alle 15 punten. Oeh. Ja, dus... Daar moeten we een limietje op zetten qua drank. Maar laten we dan gewoon komen en dan kijken we wel naar het schip strand. Het eerste biertje gratis krijgen die dan. Ja, sowieso. Dat is sowieso. De eerste rondjes voor iedereen gratis. En dan degene die aanwezig is... Maar ik vind het gewoon leuk om eindelijk een keer iemand in leven lijven te zien. Ik hoop niet dat jullie schrikken trouwens, maar dat zal wel meevallen, hoop ik. Ja, en wat ik zeg, moet een beetje zorgen dat het ietsje verder op dit ligt dan nu, zou ik zeggen. Dat is meer richting, we hebben het over juli, denk ik, een beetje zo. Ja, eind juni, juli. Ik ben wel voornemens om richting Kroatië te gaan. In juli, met de kinderen schoolvakanties, moet ik even kijken. Beetje begin juli. Juli, precies. Voor medio juli, dat zou leuk zijn. Oké, klinkt goed. En dat lijkt me leuk. En dan, dan hebben we ook nog wel eens wat tijd nu de aankomende weken om de portefeuille een beetje te laten herstellen. Hopelijk. Ja. En ik zie jou sowieso binnenkort, Jelle. Ja, maar dat is off camera. Hè? Dat, off the record is dat inderdaad. Off the record. Nee. Nou, ik denk dat we het hierbij kunnen laten, toch? Of niet? Dat is, we gaan elkaar dus weer opnieuw ontmoeten. Dat gaat Jan Robert regelen, neem ik aan. Dat gaat zeker gebeuren. Morgen ga ik naar Maastricht trouwens. Ja? Dan ga ik een soort weekend, een mannenweekend, maar ik heb het verkocht bij mijn vriendin dat we dingen moesten voorbereiden voor de seminars en zo. Dan moesten we in een rustieke omgeving doen, stille omgeving. Komt heel in orde. Nou, mooi, cool. En dan, regel dat in ieder geval ook de meeting, zeg maar dan. En dan zien we elkaar misschien dus binnenkort. En anders ook weer in het nieuwe seizoen, zou ik zeggen. Ja, precies. Oké. Okay. Over en even kijken, ik zit in crypto. Ik zal even een ding er weer inslingen voor in de groep erbovenin. Ja. En dat is dan even een soort call to action is dat voor jullie. Dus hou gewoon even de correspondentie in de gaten. Dus even de voortgang. Ja. Even de voortgang voor iedereen. Dat is namelijk... kijk, ik hoor hem al. Ja.
Nee, de voortgang voor inderdaad de... denk ik. Wat hoor ik dan voor muziekje? Ja, we zijn het afronden toch? Ik dacht, voor het afrondmuziekje. Ja, nee, ik vind het prima, ja. Klopt. Nee, wat ik wil zeggen, de voortgang is dus op 1 juli gaan we kijken wat de stand van de portefeuille is. Ja, ja, klopt. En dan zullen we ook communiceren met de groep op per mail. En dan zullen we ook voor de groep die ook mee heeft gedaan natuurlijk, zullen we communiceren dat we dan, als we dus een sessie gaan inplannen, dan is het zo dat, even kijken. Fijne zomer alvast natuurlijk. Het wordt beter weer. Eigenlijk heb ik dus het beter weer meegebracht. Want het was hier but weer, als ik goed begrepen heb. Ja, nee, het was dan heel veel, heel slecht was het inderdaad. Huppakee, mooi weer. Nou ja, morgen dan toch. Dus ik wilde eigenlijk ook daar wel wat concurrentie voor krijgen. Maar goed, dat kun je wel denken, dat komt weer eens random. Maar dat is niet zo. Want ja, precies. Nou, Jelle blijft tot en met het eind van het jaar. Blijft het dus ook mooi weer. Precies. Dan kan die warm genoeg zijn, Karin. En wat ik ook wil zeggen is dat... medio juli zullen we dit dingetje organiseren natuurlijk. En dan gaan we even kijken naar wat we kunnen doen. Nou, ik zie dat we ongeveer €45 in de min staan via $45. Ah, dat is goed te maken. Dus dat is wel goed te maken inderdaad. Ja. En wij hebben een plus en de deelnemers hebben een min natuurlijk. Of niet natuurlijk, maar die staan in de min. Dat geeft op zich niet. Oftewel, onze keuzes waren best wel goed. Maar... Ja, onze keuzes waren zeker goed. En als het goed is, zien we ook het scherm, zeg maar, met 45 min. Ja, ik ben aan het laden. Oh, hij is aan het laden, precies. Ja, ja, het is vanavond, gaat niet zo goed met het scherm. Precies. Nee, jullie keuzes wel ook goed elkaar houden. Het is een beetje een lullige opmerking van mij. Ja, je moet een beetje geluk hebben ermee, hè, natuurlijk. Ja. Okay. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze sessies, ook afgelopen tijd met ons natuurlijk. Ja. En dan wens ik natuurlijk iedereen van harte een hele fijne zomer. En ik hoop dat we ook een aantal van jullie nog in juli zien bij de groepslokaal uitreiking, zeg maar. En ik hoop dat er een plus onder de streep staat, Jarno. Want dan krijg je 20% van de pot, althans van de winst. Van de winst. En Jan en ik ook. En dan kunnen we dat gewoon stuk slaan aan drank. En andere leuke dingen. Dus, en andere leuke dingen. Ja. Oké, okay, jongens. Ja, en even kijken hoor. Tot slot is als iemand een cijfer mag geven van 1 tot 10. Dus van deze sessies. 1 is super slecht en 10 is uitmuntend. Dan zou ik graag een paar cijfers willen weten inderdaad. Wim zegt 9 zelfs. 8. Goed. Er worden leerzame sessies. Hoge cijfers joh. In ieder geval geslaagd. We kunnen altijd wat verbeteren, zie ik. Want je kunt van 8 of van 9 naar 19. En dat gaan we de volgende keer dan doen. Maar ja, Hans zegt min 10. Maar de min 10. Dat is niet min goed. 10. En 8,3 is dan alweer heel precies. Nee, Hans die zit ons te dissen. Oh, ik ja. Ken Hans een beetje. Ja, oké. Okay. Hey, iedereen, bedankt nogmaals voor het kijken. En tot de volgende keer. En heel succes. Heb het en goed. Jelle natuurlijk, rust lekker uit. Ik zie je binnenkort. Ja, ik zie je binnenkort, man. Hey jongens. Hey, ciao. Hoi. Doei. Ciao. Doei.